Je bent gaan afstellen. 3, 2, 1, succes. Jongens en meisjes, succes. En we houden terugkomst hier natuurlijk weer in Achterveld. Vanavond was het duidelijk een heel ander verhaal. Het venijn zat hem niet in de staart, maar in het begin. Ja, dat klopt. Ja, gisteren zeiden we nog tegen elkaar, nou, het is een rustige avond, dus niet zoveel aan de hand. En dit keer begon het gelijk met spektakel in de neutralisatie. Was er al een grote valpartij van 10, 15 personen en waaronder een fiets kapot, waarschijnlijk sleutelbeenbreuk. Ja, en heel veel schaafhonden. Het grootste slachtoffer, dat werd volgens mij de gele trui, want die had een fiets kapot. En die had een ketting kapot. En ik weet niet, maar er gebeurde zoveel. Ja, dat klopt. De eerste keer was de ketting gebroken. En waarschijnlijk daardoor is ook de valpartij ontstaan. Dan maakt hij een sweeper. En dan, de anderen die raken hem dan. En dat is allemaal hersteld. We zijn ook opnieuw gestart. En ik denk wel 10 minuten later. Toen zijn we weer hersteld. En is later weer zijn ketting gebroken. Dus hij is op grote achterstand binnengekomen. En daardoor... Ja, want dat was eigenlijk zo dat er een paar groepjes gevormd werden op enig moment in die eerste ronde. Of in die eerste wedstrijd. Maar hij had een minuut of 3 achterstand. En hij zag gewoon geen kans om dat nog weer bij te rijden. Nee, het is een hele goede rijder zonder meer. Het is de beste. Maar ja, door pech is hij achtergekomen. En dat gaat vast toch te groot om te dichten. Bellen voor de laatste ronde. En het is Katrijn Hoogers die nu 3 punten pakt. Hier de eindsput, ja. Onze roze trui, Katrijn Hoogers. Katrijn pakt de overwinning. Dit vijftal. Goed, en toen kwamen we terecht bij de categorie 7 en nieuwelingen meisjes. Ja, daar gebeurde toch ook nog wel het een en het ander, vond ik. Er is veel strijd geweest, maar door de hoge snelheid is er eigenlijk niemand weggereden. Maar bij de nieuwelingen meisjes is het echt een seconde kwestie. Dus door bonificaties is het bijna iedere wedstrijd weer een andere leider. Het houdt wel de spanning erin en dat gold eigenlijk ook wel voor de nieuwelingen. Want wat daar opvalt is eigenlijk ook wel iedere keer dezelfde man. Maar ja, overduidelijk een krachtpatser of niet soms? Ja, een Zuid-Afrikaan inderdaad. Ja, het is sowieso al een beer van een gozer. En die verschillende keren heb ik geprobeerd om weg te rijden. Ja, het is hem niet gelukt. Maar ja, het is wel, ik vind hem wel heel goed fietsen. Rechterlijn, rijtlijn, rechterlijn. Oh, Reis. Ik durf het niet te zeggen. Ik zeg het ook niet. Ik wacht. Nieuwelingenkoers, uw applaus. Geweldig mooi. Nou, dat belooft nog wat voor morgen. Want volgens mij staat het allemaal aardig dicht nog bij elkaar. De strijd is nog niet gestreden. Nee, zeker. Geel is ook een seconde kwestie. En qua groene trui, die staan de eerste tot en met de derde. Maar 2 punten verschil. Dus dat is ook nog heel spannend.